De beek moet ervoor zorgen dat de stad Almelo droge voeten houdt. Maar voor de boeren in de omgeving zorgde de aanleg voor een behoorlijke impact en protesten. Ja, enorm. Enorm, want we hebben wel over een traject van 13 kilometer maal de breedte. En dat is ontzettend veel landbouwgrond die we, zoals ik al zei, hard nodig zijn voor onze bedrijven en het voer voor onze dieren. Dus die sloeg hard in. Op sommige plekken wat minder, waar het vooral ging om veldkavels. Maar er zijn ook een aantal bedrijven waar door de huiskavel, dus de directe toegang voor onze koeien, die daar behoorlijke stukken voor afnamen. En dat is wel een behoorlijke impact geweest. Het water uit Noordoost-Twente wordt doorgekoppeld naar de Regge. En daarvoor is een 13 kilometer lange watergang aangelegd, overal 75 meter breed, maar ook met de natuurstroken links en rechts langs. Ik zou graag nog zien dat wij de uiterwaarden zouden kunnen gebruiken op een extensieve manier voor bijvoorbeeld vleesvee of droge koeien of dat soort dingetjes. Waar nu paden lopen, maar daar liggen nog wel kansen, ja. Van de andere kant zijn er natuurlijk mensen die moeten het eerst zien en dan geloven. Hè? Dus die willen toch zien of het ook echt gaat werken zoals het allemaal ontworpen is. En zorgt inderdaad die doorbraak ook door dat hij niet buiten de zone vernatting geeft. Ja, dat is een hele spannende vraag voor het gebied en dat begrijp ik ook heel goed. En daarvoor zeggen wij van, nou laten we eerst eens kijken hoe die functioneert. Maar als we tegen nieuwe problemen aanlopen, dan zijn wij niet weg. Dan gaan we gewoon weer in gesprek en dan gaan we kijken ook hoe we dat zo goed mogelijk kunnen oplossen.